Ik ben Peter van Asbroek, ondertussen bijna 58 jaar en ik ben acteur, presentator, ondernemer en ook wel professionele foodie. Mijn verhaal begint in 1984 wanneer ik afstudeer aan de Studio Herman Teylink in Antwerpen. Als acteur werk ik tot medio de jaren 90 in het theater in België en ook in Nederland. In 1994 kom ik terecht bij een toen jonge commerciële omroep, de VTM, en daar vertolk ik 4 jaar lang een personage in de reeks Witte Kerken. Op dit elan ga ik verder bij de VRT in de reeks Thuis en krijg ik ook de mogelijkheden om te werken bij het toenmalige Donna als radiopresentator. Bij de openbare omroep zet ik ook mijn eerste voorzichtige pasjes als presentator bij de televisie met een zondagnamiddagprogramma dat Graag Gedaan heette. En zelf heb ik het ook graag gedaan. En ook het Swingpaleis natuurlijk, ik was een vast panellid in dit programma. Dit swingend avontuur duurt bijna 10 jaar. Dat is lang, hè? Rond 2008 verlaat ik de VRT voor de SBS-groep en voor bijna uitsluitend presentatiewerk van showprogramma's als Now or Never en Bananasplit. Ook deskpresentaties en presentator-reporter in realityprogramma's zoals De Huisdokter, Grootse Plannen, Mijn Man is een Klusser en natuurlijk niet vergeten de voice-hosting van Komen Eten. Mijn werk in theater is nooit weg geweest eigenlijk en is in de laatste jaren weer sterk aanwezig in mijn professioneel leven. Ik heb ook wat vaste klanten als Dovikeukens, het kookeiland voor de Vlam, als demokok en culinair consulent. En als ondernemer heb ik ook wat op mijn palmares. In de jaren 80 stichtte ik het European Drive-In Theater. Ik heb ook een horecaonderneming gehad in Kasteel Bisschoppenhof in Antwerpen met een sociaal luik, namelijk het opleiden van koks en dat heette Foodjay. Foodjay. Ook in het buitenland ben ik wat actief geweest gedurende 4 jaar met een horecazaak in Cape Town. En die wordt afgelopen. En étant Bruxellois, je suis bilingue. Concernant ma vie personnelle, je suis quand même un sportif. J'ai atteint le sommet du Mont Blanc en 2003. Gedaan, hè? Et je suis parrain du Indian Day, een benefiet ten voordele van MS. En ik ben tevens piloot en stichter van 369 Squadron, een organisatie die zich bezighoudt met de conservatie van oude vliegtuigen.